Hallo, mijn naam is Annelies. Ik kom uit West-Vlaanderen en ik woon en werk in Brussel. Hoewel dat Brussel ook een deeltje is van Vlaanderen, is er hier veel Frans en Duits en Engels. En in mijn werk heb ik heel vaak Frans. Ik denk dat ik ongeveer 90% van de tijd in Brussel Frans spreek, zowel op straat als in mijn praktijk. Het is belangrijk, vind ik, om goed te kunnen communiceren met mijn patiënten. Als zij voor medische klachten komen, dat zij dat kunnen uiten in hun eigen taal. Want dat is niet altijd makkelijk als je dat in een andere taal moet doen. Dan ben je de bepaalde dingen niet machtig, bepaalde woorden niet machtig of begrijp je het soms niet. En als ik dat kan doen in een taal die we het best begrijpen samen, dan gebruik ik liefst het Frans of het Engels. Het Duits kan ik ook, maar niet zo goed als mijn Frans en mijn Engels. Maar het geeft mij wel een voordeel als ik bijvoorbeeld lessen wil volgen in Duitsland of een boek wil lezen in het Duits voor mijn werk. Dan heb ik daar heel veel aan dat ik dan ook het Duits meester kan. Want heel vaak vind je die boeken dan niet in andere talen. Kan je ze gewoon in de originele taal gaan lezen. Ik weet dat talen studeren niet voor iedereen is meegegeven. Ik heb een heel grote aanleg voor talen, omdat ik gewoon heel graag praat en communiceer. Maar het is ook een opener voor je geest. Als je een andere taal leert, leer je anders denken. Leer je denken zoals de andere persoon die voor jou zit. En dat is heel belangrijk in de maatschappij. Dus ik hoop dat ik jullie via deze weg een beetje warmer heb gemaakt voor het leren van Frans en Duits en Engels en al die andere zeer wonderlijke talen die er bestaan. Dag!